ik hoorde people er hebben en ja, je zag rook en ik stond meteen op van mijn stoel en toen ging het fout. Ja, je hoort een klap en je ziet alle mensen alle kanten op gaan. Ja, meer zie je niet. Dat is, er staan zoveel mensen in die bocht. Ja, ik zag dat er 3 mensen op de grond lagen. Heb je ook die auto reed in op het publiek? Ja. Hoe hard reed die? Ja, wat zal die rijden, dat stuk? 200 misschien? Er is eentje, die is, heb ik echt zien vliegen. Dat lijkt dan een pop wat er door de lucht heen gaat. En ja, verder is er nog 2-3 mensen op de grond zien liggen. Ja, dat was zeker wel paniek, want dan... Ja, want alle mensen die liepen al meteen terug met kinderen eigenlijk. En die, ja, die huilden allemaal eigenlijk al. Dus ja, het was wel paniek. Ja. Je hoort aan de kant waar het gebeurt is gegil. En aan de rest is allemaal stil van wat is dit. Iedereen zit te denken van ja, dit kan niet. Je gaat toch elk jaar naar de rally. Je weet dat het gevaarlijk is, maar ja, toch verwacht je tot die lint op de juiste plekken hangen. En dat er toch weer zoiets gebeurt.